Yo mensen, en tof dat jullie kijken naar de Talk 695 en Wie is de Mol in zijn theorie video 5. Dus knalt intro muziek in erin, oftewel gewoon de intro en let's go. Yes mensen, het is weer tijd voor de Talk 695 en Wie is de Mol in zijn theorie video 5. En in de aflevering van zaterdag hebben we toch wel weer heel veel bijzondere dingen kunnen en willen zien. Nou, willen zien, kunnen zien. Alles hebben we kunnen zien. We hebben ook gezien dat Johan Goossens is afgevallen. Dus ja, had ik wel verwacht. Ik heb nou een nieuwe verdachte erbij, want Claes Iversen en Rob de Kai worden helemaal niet verdacht of verdenkt of verdacht bij de test. Niemand verdenkt hun. Ik heb nog steeds Nathan, Buddy en ja, nu dus Claes Iversen er dus bij. Ik heb 3200 punten. Ik heb, ben nog niet afgewezen. Doet goed. Dus ja, laten we maar naar de notities gaan. Want dan kunnen jullie zien waarom ik ze verdenk, hoe ik ze verdenk en hoezo ik ze inderdaad verdenk. Dus ja, let's go. Yes mensen, daar zijn we dan weer met het WIDM notitiestukje. Sorry als ik een beetje mijn neus ophaal, want ja, ik ben nou eenmaal verkouden, dus kan ik niks doen. Zoals je ziet heb ik Claes Iversen er niet tussen staan. Maar Leonie de Braak bijvoorbeeld wel. Miljuska ook, Nathan ook, Rob ook, Buddy ook, iedereen. En ja, laten we maar gelijk beginnen met Rob de Kai. Rob de Kai is de dag van de envelop voorbij lopen in opdracht 2, met het geld erin. En met geld erin is Ennis verdacht van het niemand aansturen of uit te leggen toen hij de vliegende kiep was in opdracht 2. Dan moet hier. En is staan. Sorry als jullie de wind horen, want het waait nou eenmaal hard. De storm Ciara komt langs, of Kira. Ligt aan hoe je dat uit wil spreken. Camera moet dicht zitten. Als je het nou nog hoort, sorry daarvoor. We gaan door naar Leonie ter Braak. Leonie ter Braak is de dag van het zien dat haar cirkel niet open gaat en wordt daarop gewezen door Claes Iversen. En ze is verdacht van recht naar de letter M kijken, maar de letter M niet zien in de opdracht 2 met die letters. Ze kijkt er recht naartoe, maar ze ziet het alleen niet. Vind ik wel verdacht. Gaan we gelijk door naar Nathan Rutjes. Nathan Rutjes is verdacht van het teken de cirkel aanlopen terwijl je weet dat je af bent als je er tegenaan loopt in opdracht 1. En is verdacht van het samen met Johan rondjes rijden in opdracht 2 maar niks vinden. Jonas is afgevallen. En Leonie niet, dat is Miljuska. Volgens mij. Ja. Zo, even hoesten. Mail is verdacht. Mail, oftewel Miljuska, oftewel Miljuska, oftewel Mail. Is verdacht van het nog steeds de M uitbeelden op de groepsfoto. En is verdacht van de letter L op de verkeerde plek zetten in de opdracht 2. Dat deed Buddy verder trouwens ook. En ze ging volgens mij ook af bij de eerste opdracht. Dus is ook verdacht van tegen de lijntje aanlopen. Van het rondje. Buddy verder is verdacht van iedereen de schuld geven als de opdracht mislukt. En is verdacht van de L op de verkeerde plek zetten in opdracht 2. En Buddy verder is verdacht van de game Super Mario verder spelen toen ze in level 3 zaten. En Buddy verder is verdacht van ook niemand aansturen of uit te leggen toen hij de vliegende keep was in opdracht 2. Ja, ze hebben het level Super Mario wel gehaald. Maar ja, Buddy stuurt niemand. Buddy gaat een level spelen. Of hetzelfde geldt dat hij het level nog gehaald naar level 4. Mijn telefoon viel uit. Maar voor hetzelfde geld had hij het level gehaald naar level 4. En hadden ze die opdracht niet gehaald. En vandaar dat ik dat ertussen heb staan. Uiteindelijk hebben ze de opdracht wel gehaald. Maar je snapt wat ik bedoel. Als ze level 4 halen, zaten, hadden ze het niet gehaald. Maar mensen, laten we doorgaan naar de app. En we zijn in de Wie is de Mol app aangekomen. En dan zie je dat ik 3200 punten heb. Omdat ik tot nu toe nog alles goed heb. Gaan we door naar de verdenkingen. Ik heb 1100 punten op Nathan.
Ik heb 1100 punten op Buddy en 1000 punten op Klees. Kom je uit op 3200. Dat zijn mijn verdenkingen. Dat zijn mijn verdenkingen. Aan de andere kant denk ik ook weer dat Klees de volgende aflevering eruit gaat. Daar ben ik nog niet zo heel zeker over. Of het wordt Miljuska. Dat kan ook nog altijd. Ik denk eerder Miljuska dan Klees. Laten we doorgaan naar het laatste stukje van deze video. En dan zijn we alweer bij het laatste stukje aangekomen van deze video. Ja, soms kan het heel snel gaan. Volgens mij is deze video nog niet eens 5 minuten of zo. Maar ja, we hadden ook niet veel. Wat ik lees, Yvesen er niet in zitten. En ja, wat ook wel verdacht is, is dat Nathan het geld pakte. En de rest allemaal voor de route koos. Door de vooral wandeling door het park met die vrouwtjes die aan het zwaaien waren met die dingen. Als je goed had opgelet, dan zag je de naam van de mol. Dat is logisch. Want ja, ze kregen niet voor niets die Chinese les van tevoren. Ik denk dat Buddy de mol is. Ik denk ook dat ik de naam Buddy heb gezien. We gaan het niet van mij aannemen, want dadelijk is het fout. En dan denk ik van, dan krijg ik alles weer over me heen. Het is echt hard aan het waaien. Volgens mij hoor je dat ook. Maar ja, Dacia. Nathan Rutjes, ja, een soort van spoes was. Ja, ik vind het te makkelijk om in 2005. Ik vind het te makkelijk om in aflevering 5 de mol al te ontdekken. En daarom heb ik voor het geld gekozen in plaats van de route. En Nathan is wel echt teamspeler, want daar respect hij de pot. Maar ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video. De verbruik mogelijk like, abonneer en belletje aan als je geabonneerd bent. Want ja, ik wil de 100 abonnees halen voor het einde van februari. En ik ga ook steeds vaker Fortnite live. Ik was zaterdag live, heb je dat nog niet gezien? Ga dat dan zeker even checken, want deze video komt op woensdag online. Om 7 uur zoals gebruikelijk. Nou, niet helemaal zoals gebruikelijk, maar 7 uur hoort hij online te komen zoals gebruikelijk. En dat gaat ook gebeuren ook. En ik naar mijn ding te zeggen, mensen, daarvoor komen wij naar voren. Kijk maar naar de outro en houdoe.